De zon schijnt ook bij CIP. CIP is het Christelijk Informatieplatform. En dat geeft ruimte aan allerlei christelijke organisaties en christenen die een mening hebben over een onderwerp. En de man daarachter is Rick Bokerman. Rick, je bent op het terrein van de christelijke wereld een soort jonge hond die op een heel bijzondere manier allerlei nieuwsfeiten uit de christelijke wereld weet te brengen. En dat kan zijn van een wat gewaagde opmerking tot een dominee uit de gereformeerde gemeente die vertelt hoe hij de zondag doorbrengt. Dan zit je te lachen, maar dat doe je wel. Ja, dat is zo. Ik ben een beetje een jonge hond. Ja. Een beetje ondeugend soms. Ja. Die één ding probeert te doen en dat is een mooie website maken iedere dag met de mensen met wie ik werk. Ja. Voor de mensen die CIP niet kennen, elke dag verschijnt er een nieuwsbrief. Ja. En wat wij leuk vinden is dat het interview, zoals we dat hier altijd opnemen, ook elke vrijdag te zien is bij CIP, uit Hour of Power. Maar wat probeer je met dat platform, want het is een platform, te bereiken? Ja, wij proberen eigen christenen te informeren en te inspireren. Dus wat wij belangrijk vinden is, hey, als je christen bent, dat je geïnformeerd wordt over wat er in de wereld speelt. Ik bedoel, het is nog een beetje raar als jij het niet doorhebt dat in Irak christen worden onthoofd door IS. Dus wij vinden het belangrijk dat je daarvan op de hoogte bent. En maar bovenal, dat is toch echt wat mijn hart heeft, is dat ik christenen wil inspireren. Dus het mooie is van een website dat iedere dag duizenden mensen die website bekijken. En die kun jij via je website iets meegeven waardoor hun blij worden of waardoor hun God meer gaan ervaren. Je besteedde in de afgelopen maanden veel aandacht aan een omstreden president, Trump. Ja. Waarom doe je dat? Want je laat iedere keer zien dat veel christenen achter Trump staan, dat hij veel christenen om zich heen heeft staan. Dat vinden heel veel mensen toch moeilijk. Ja, maar dat probeer ik ze ook uit te leggen. Want christenen geloven dat als je christen bent, dat iemand eigenlijk ook je broer of je zus is. Dus dat wil zeggen, als iemand in Amerika ook in God gelooft, ook in Jezus gelooft, dan is het jouw broer of zus. Nou, het lastige is natuurlijk dat als die persoon op Trump stemt, dan vind je dat als christen in Nederland vaak heel erg raar. En wij proberen eens uit te leggen, hey, hoe komt het nou bijvoorbeeld dat zoveel mensen die zich ook christenen noemen, zoals wij, die ook van God houden, waarom die op iemand als Trump stemmen? En dat proberen we hun gewoon uit te leggen. Ja. Je hebt naast de CIP ook een tijdje geleden Hello Christian opgericht. Hello Christian is een Amerikaanse website, of Engelstalig inderdaad. En daar proberen we eigenlijk te doen wat we hier in Nederland doen. Namelijk al die Amerikaanse christenen ook een geweldige website geven waar ze echt iets aan hebben iedere dag. Ja, want je bent een enthousiaste christen, dat ben je niet altijd geweest, hè? Nee. Al je bent helemaal geen christen geweest. Ja, we gingen wel eens naar de katholieke kerk. Mijn vader is eigenlijk agnost en atheïst. En wij gingen af en toe naar de Rooms-Katholieke kerk. Maar wat doet een atheïst in de katholieke kerk? Ja, mijn vader ging gewoon mee. Dat was gewoon onderdeel van ons gezin. Dat we met kerst gingen naar de katholieke kerk toe. Ja. Maar zelf deed ik er helemaal niets meer mee. Helemaal niet toen ik 17 was. Je was een ondeugende jongen. Want in je levensverhaal staat dat je regelmatig met meisjes aan de zwier was. En dat was niet alleen achter op de fiets, maar ook anders. Dus wat gebeurt er dan in je leven dat je ineens zo'n omslag maakt? Ik zat altijd op de fiets toen ik 17 was. En dan ging ik uit de stad om een uurtje of half drie fiets ik naar huis. En dan was ik vaak alleen. En dan keek ik naar boven naar de sterren. Als het dus niet bewolkt was. En zag ik die sterren. En dan vroeg ik me dus alle drie dingen af. En het eerste ding is, waar kom ik vandaan? Want ik zag mezelf fietsen, maar in mijn gedachten zag ik mezelf fietsen op zo'n heel klein bolletje in een gigantische kosmos. En ik dacht, ja, waar komt überhaupt die kosmos vandaan? En waar komt die aarde vandaan? En waar kom ik vandaan? En de tweede wat ik me dan afvroeg van was oké, hey, nu fiets jij hier, nu leef jij dus kennelijk hier op dit bolletje. Maar hoe moet je dan leven als je hier bent op aarde? Want ja, we zijn hier maar een hele beperkte tijd. En hoe zou je dan moeten leven? En de derde wat ik me afvroeg is, oké, nou, dan ben ik kennelijk op deze aarde en heb ik kennelijk hier een leven te leven. Maar wat gaat er nou gebeuren als ik op een dag doodga? En dat waren de drie vragen die ik had. En die vragen intrigeren me eigenlijk nog altijd. Heb je een antwoord gevonden? Ja. Ja, dan laten we bij de eerste vraag beginnen. Waar kom ik vandaan? Nou, ik heb ontdekt dat we gemaakt zijn door God. En dat die God van mij houdt. En dat die God aan het begin van het universum staat, maar ook van mijn leven. Dus dat is het eerste antwoord. En tweede? Zolang ik hier leef, wat doe ik hier dan en hoe moet ik leven? En ik heb ontdekt, dat is weer een heel ander verhaal, maar ik heb ontdekt dat
God wil dat wij leven volgens de geboden die Jezus heeft gegeven. Of eigenlijk de bergreden. En als we volgens die bergreden leven, dan hebben we het allermooiste leven wat we kunnen leven. Voor onszelf, maar ook het beste leven wat we kunnen leven voor de omgeving om ons heen. En je wilt natuurlijk weten wat het derde antwoord is. Er is een leven na de dood. Dat weet ik niet. Er is een leven na de dood. Er is een eeuwig leven. En God wil heel graag dat we nu al in dit leven met hem leven. Dat we onze tijd en onze talenten voor hem inzetten. Maar hij wil ook dat als wij straks op een dag doodgaan, dat we voor eeuwig bij hem zijn. En dat is wel belangrijk om te vertellen hoe ik daar naar achter ben gekomen. Op een avond lag ik op mijn bed, keek ik naar het plafond. En toen wist ik in één klap, werkelijk waar in één klap, met mijn hart en met mijn hoofd, dat God er is en dat God bestaat. Ja, maar die verhalen hoor ik meer. Maar ik kan niet zeggen, ik geloof er geen klap van, want ik geloof het wel. Maar hoe gebeurt dat dan? Ik had iets geleerd in de katholieke kerk bij mijn oma. Heel veel oudere mensen die gaan nog altijd naar de katholieke kerk en daar knieën ze bij de eucharistie. Heb je waarschijnlijk al eens gezien. En dat heb ik toen die avond ook gedaan. En ik heb gezegd, een beetje ongemakkelijk wel, van God, als je nou de baas van de wereld bent, als je echt bestaat, omdat ik dus dat net had gevoeld, kom dan in mijn leven en laat mij zien op een of andere manier hoe de vork in de steel zit. En het grappige was dat ik dacht, ja, er kan niet een engel aan mijn bed komen die me dan even gaat vertellen hoe het zit. Maar ja, ik dacht, ja, dat gaat niet gebeuren. Toen dacht ik, ja, misschien moet ik naar een priester gaan. Maar daarvan dacht ik weer, ja, ik heb helemaal niets met priesters. Dus dat gaan we ook maar niet doen. En dus heb ik dat gevraagd toen. God, stuur iemand naar mij toe die me dan meer over gaat vertellen. En toen, een paar weken later, stond ik in de kroeg. En toen werd ik door iemand in mijn billen geknepen. Iemand die mij net was voorgesteld. Een vriendin van een vriendin. En dat bleek een christen te zijn. En door haar ben ik voor het eerst naar de kerk gegaan en ben ik nu gelovig geworden. En omdat ik naar die kerk ben gegaan, heb ik dus ook die drie antwoorden gevonden op de vragen die ik had. Je bent zelfs met haar getrouwd. Ik ben zelfs met haar getrouwd en ik heb drie hele leuke kinderen. Ja, dus ja, dat is fantastisch. Maar wat zei René dat jij dacht van, hé, nu snap ik het? Ja, eigenlijk zei ze niks. Want ze was ook niet van, ik ga even het geloof opdringen aan jou. Want wij werden bevriend en verliefd en zij was gelovig en ik toen nog helemaal niet. Dus zij drong het helemaal niet op. Maar zij wel op een dag van, ga je mee naar de kerk? En dat vond ik super bijzonder. Want dan kom je in de kerk binnen. En misschien hebben de mensen ook als ze Bobby Sully zien, dan dacht ik van die man die daar stond te praten. Er is iets wat die mensen hebben en dat wil ik ook hebben. En ik weet niet wat dat is, want dat is namelijk de Heilige Geest. En dat snapte ik toen helemaal niet, maar dat is dat God. Als je van God gaat houden en je houdt gewoon van God, dan komt God in jou door de Heilige Geest. En dan is dat een soort van kracht, een levenskracht in jou. En die zie je dan dus. Bijzonder verhaal, want ja, dat is zeker. Toen je het aan je vader ging vertellen, die is nog steeds atheïst. Wat zei hij? Ben je gek geworden? Ja, dat vond ze wel een beetje raar. Ja, ik was een beetje ondeugend. En eerst was ik een beetje zo'n puberaal mannetje die voor heel veel ruzie zorgde thuis, weet je wel. En ja, als zo iemand dan opeens gaat zeggen tegen jou, ik heb nu iets met geloven en Jezus, dat is eigenlijk een super bijzondere man en die is echt opgestaan uit de dood en je zou in hem moeten geloven. Dan denk je als vader natuurlijk een beetje van, ja, dat is een beetje apart. Eerst is mijn zoon een soort pubertje die een beetje van God losleeft, bij wijze van spreken en met een grote mond en zo. En nu opeens is hij gelovig geworden. Dat is natuurlijk heel raar en dat snap ik ook. Ja. Maar het mooie is dat mijn familie, die heeft gezien dat geloven voor mij, zoals het voor ook heel veel andere mensen is, dat het een enorme inspiratiebron is. Dat ik door het geloof mooier in het leven sta. En daardoor zijn ze het ook echt gaan accepteren. En vinden ze het ook heel erg geweldig voor mij dat ik in God geloof. En dat ik daar zoveel vreugde uit haal. Dus dat is ook wel heel bijzonder natuurlijk. Terug naar datgene waar je elke dag mee bezig bent, het voorlichting geven op het gebied van wat er in de christelijke wereld zich afspeelt. Die is groot natuurlijk. En dat laat je ook zien. 1,4 miljard christenen over deze hele wijde wereld, waarvan een deel in luxe leeft en een deel vervolgd wordt. Hoe is jouw wereldbeeld? Nou, mijn wereldbeeld is heel hoopvol. Kijk, we maken er als mensen toch vaak een puinhoop van. Kijk, dat zie je in gezinnen natuurlijk. We maken er soms politiek een puinhoop van, dat we mensen gaan demoniseren. Dat zie je in Nederland, in de wereld is het ook.
Hè, dat wij hebben eerst heel Afrika leeggeplukt. En nu is die armoede daar en moeten ze het zelf maar oplossen. Maar het mooie is, wat ik ontdekt heb, is dat er een God is die van ons houdt. En die wil in ons leven komen. En die wil ons motiveren, niet om ons op te leggen. Maar die wil ons vanuit binnenuit motiveren om overal waar we zijn een stukje hemel te brengen. Dus dat kun je doen door die hemel brengen. Dat als je uit je slof schiet naar je kinderen toe, die zeggen, hey, sorry, het spijt me heel erg, maar papa houdt zoveel van jou. Dan breng je de hemel. Of als je het in de politiek hebt, dan kun je dat doen door te zeggen, hey, weet je, we kunnen niet iedereen het land binnenlaten, maar we willen wel iedereen het land binnenlaten. Want we snappen dat mensen een beter leven willen hebben. En waar dat kan, verwelkomen we jullie. En ook als het gaat om bijvoorbeeld Afrika, dan kun je ook de hemel brengen. Want dan kun je heel simpel je portemonnee trekken en zeggen, hey, ik ga het aan een organisatie geven die er wat goeds mee doet. Die daar de hemel brengt, misschien wel door 5 broden en 2 vissen te geven aan mensen die geen eten hebben. Of ze een opleiding te geven. En dat geloof, dat motiveert overal op deze wereld, het geloof in God. En in de liefde van God mensen om vanuit liefde een stukje hemel te brengen. Dus als je dan naar de wereld kijkt, hè, soms heel dichtbij, soms heel ver weg. Dan kan het wel een pijnhoop zijn, maar dan is er altijd hoop. Omdat er altijd iemand is die zegt, ik hou van jullie. En zolang er liefde is, is daar altijd ook een kracht om een pijnhoop om te toveren tot een prachtige diamant. Heb je nou een heel kinderlijk geloof of ben je een super idealist? Nee, ja, ik ben optimistisch. Ik weet wat je zegt, dat er 1,5 miljard mensen zijn die in God geloven. En als die nou dat allemaal vanuit die houding zouden leven, dan heb je dus een gigantisch leger van liefde. En dat vind ik zo, ja, dat vind ik briljant, als dat idee alleen al. Ja. Hoe kijk je tegen overpower aan? Ja, ik vind het mooi. Vroeger, toen ik heel weinig had met geloof, keek ik het. En was het nog die oude Sjoele die dan aan het praten was. Maar dan zat ik toch soms gewoon een half uur zitten kijken. En dat ik dacht van zo, dat is eigenlijk toch hartstikke mooi. En dat is eigenlijk grappig, hè? Dat ik dat toen al had. En later zou ik dus dat ook meemaken. Toen zou ik zelf echt er wat mee gaan doen met dat geloof. Maar ik denk dat mensen als ze oude power zien, misschien dat ze denken, hey, ik heb niet zoveel met dat geloof en Jezus als Bobby Sjoele erover praat. Maar ik denk dat ze wel dit hebben. Dat ze denken van, oh, dat geloof is wel heel erg mooi. En ik denk dat als het mooi is voor de ander, als je dat ziet, dat je het bijvoorbeeld aan mij ziet van, oh, dat is wel echt mooi voor die gast. Dat het misschien ook mooi is voor jou en dat het jouw leven enorm kan verrijken. Je bent zelf uitgedaagd door het evangelie. Je probeert ook jonge mensen uit te dagen. Hoe vind je dat jonge christenen in de samenleving staan? Kijk, de generatie van jouw leeftijd, de oude vandaag, ja, die hebben er eigenlijk voor gezorgd, heel lange tijd. Bejaarden, ja, zeg dat maar. Maar die hebben eigenlijk een soort scheiding aangebracht, heel lange tijd tussen geloof en de kerk en het dagelijks leven. En daardoor wisten mensen helemaal niet van, hey, als je naar de kerk gaat, wat doe je dan mee in je dagelijks leven, als je naar je werk gaat? Maar nu, die jonge generatie, die heeft dat juist heel erg goed door. Die weet niet van, hey, als ik naar de kerk ga, als het de goede kerk is, dan hoor ik daar dingen over principes, over bijvoorbeeld naastenliefde, of over niet alleen aan jezelf denken, of over zelfopoffering, of over genade. Als je dat nou die principes meeneemt naar ons werk, dan heeft dat heel veel impact. En dan kan ik dus mijn geloof handen en voeten geven op die manier. Dus die jonge generatie, ik denk dat die nog misschien wat beter dan de oude generatie in staat is om het geloof handen en voeten te geven. Rick, bedankt dat je hier was. Zolang deze wereld rondjes draait, kan jij mooie verhalen doorgeven. En ik wens je daar veel inspiratie bij. Ook om dit misschien op je bureau te zetten. Dit is de Engelse tekst van de proclamatie. Dankjewel. Wanneer wordt die ook alweer voorgelezen in de kerk, weet je dat? Halverwege de dienst. Heel goed. We zijn ook halverwege de dienst, dus zullen we samen naar Shepherd Grove gaan kijken? Yes. Oké.